Wat zijn de gevolgen van de val voor het kabinet voor u persoonlijk, denk u? Ja, vervelend. Het is gewoon opnieuw gaan wachten, hè, wat er gaat gebeuren. Dus het is onzeker, zeker in deze tijden. En voor uzelf? Maar afwachten wat het gaat gebeuren. Dus ik zou het niet weten. Ik denk helemaal niet. Nee, want wij werken niet. En, dus ik denk dat het voor ons niet zoveel uitmaakt. Nou, Wilders heeft toch de stekker eruit getrokken vanwege de ouderen, AOW en dergelijke. Ja, maar de AOW wordt toch niet verlaagd. Dus ik neem aan dat de AOW op peil blijft. En pensioen hebben we ook. Dus ik maak me er niet zo zorgen over. Ik maak me meer zorgen over de jongeren. Ja, hoezo dan? Dat ze werk houden. Oh, ja. Over je kinderen en kleinkinderen, dat ze aan het werk blijven. Wat vindt u verder van dit kabinet, wat nu het geval is? Ik vind het wel zonde dat het geval is, dat hij dan weer verkiezingen gaat krijgen. En hoe gaat het dan weer worden? En een hele tijd, lange tijd dat dan niks is, dat dan stil ligt. Ja, dat vind ik wel zonde. Kijk, het is die PVV, dat mag natuurlijk wel weg. Maar die was misschien toch... Ja, dat is natuurlijk wel slecht, zeg maar, voor Europa ook, hè. Met het Polen-meldpunt en andere dingen wat zij hebben. En elke week is er wel iets nieuws voor hun. Maar ja, of ze nou weggaan, dat weet je natuurlijk niet. Dus hoe het nou verder komt en wanneer krijgen we een kabinet. Dit duurt ook heel lang voordat we deze kregen, dus. Want er moeten maatregelen genomen worden voor bezuinigingsmaatregelen en dergelijke. Ja, maar dat moet er gedaan worden. Ik denk dat we moeten allemaal bezuinigen, dus ja. Wat u denkt dat de gevolgen zijn van het kabinet, de val van het kabinet voor Amstelveen? Geen idee. Geen idee? Nee? Ik kan me er echt niet over uitlaten, ik weet het niet. Nee. Het spijt me. Ja. Nou, ik vind het echt heel erg dat het kabinet geval is. En ik vind ook dat ze heel snel moeten stemmen, want dat moet je niet uitstellen. Want het kost per dag wel een miljoen of zo. En ik zou ook niet meer met de PVV samen gaan. Geen één partij meer, want ja, je moet gewoon Partij van de Arbeid kiezen. Hè? Voor de ouderen, maakt u zich daar ook zorgen over? Nou, nee. Nee, vind ik niet. Nee. Hey, want Geert Wilders heeft zijn stekker eruit getrokken omdat hij zich zorgen maakte over de ouderen. Ik geloof niet dat hij daar winst door krijgt. Dus zo snel mogelijk verkiezingen? Ja. En wat voor kabinet moet er dan komen? GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP. Maar die zullen ook moeten bezuinigen, ja, denkt u? Ja, wel bezuinigen, maar niet op de mensen die het minste hebben. Dat mag gewoon niet. Over de val van het kabinet, wat denkt u dat het voor uw eigen leven betekent? Nou, dat het alleen maar belabberder wordt. Hoezo? Nou, we worden er niet beter van. We hadden gedacht, we gaan een beetje de goede kant op, maar al met al gaat het niet lukken. Er zou toch heel veel bezuinigd moeten worden, zegt dit kabinet. En nu zijn ze gevallen, nu hebben we meer kans op een beter kabinet, toch? Denkt u dat? Nou, dat denk ik niet. Ontwikkelingshulp, daar moeten ze wat van afhalen. Dat moeten ze bij de Nederlanders doen, bij de oudere mensen. Dat lijkt me veel verstandiger. Vindt u het goed dat Wilders de stekker eruit heeft getrokken? Eigenlijk wel, ja. Want als het zo door gaat blijven sudderen, hadden we alleen maar erger, denk ik, gekomen. Nou, wat u denkt van de val van het kabinet? Goed, prima. Dat het weggaat? Ik had daar een stemmen van de SP. Misschien een stemfunken een beetje groter maken, hè? Oké. Okay.